prijst me altijd nog gelukkig dat wij hier in Hoofddorp nog echte klokken hebben waar je aan moet trekken om geluid te maken. Niet de elektriciteit, maar onze eigen handen roepen de mensen op om naar de kerk toe te komen. Ik ga er nu niet aan trekken, want die klok moet je ook wel weer zorgvuldig gebruiken. Mensen in de omgeving zullen zeggen, wat is er aan de hand als de klok luidt? Klokken luiden om een heleboel verschillende redenen. Er is hier ook een grote toren hangen ze in. In de oude Bavo in Haarlem was dat heel lang door de eeuwen heen de brandwacht. En die moest kijken of er ergens in de stad niets brandde. En brandde er iets, dan gingen meteen met vlaggen en seinen en klokken, moest de brandweer en de mensen beneden gewaarschuwd worden. Klokken, de noodklok, mocht niet luiden. Want als die luidde, dan was er een ramp op komst. Normaal klinken bij ons de klokken om de mensen uit te nodigen om naar de kerk toe te komen. Welkom, een grote klok voor wanneer er iets droevigs is over het algemeen bij uitvaarten gebruikt. Een gewone klok, de middelste klok, die de doorsnee klok zal ik maar zeggen. En een klein klokje voor wat ze noemen het angelsklokje, het lichte belletje. En bij grote feesten trekken we ze natuurlijk aan alle drie de touwen tegelijk. Dan mogen ze allemaal mooi klinken. Een klok wordt ook, zo'n bel, wordt ook ingezegend, gewijd, krijgt een eigen naam. Ik weet niet welke namen de klokken hier hebben, maar elke kerk heeft een klok met een eigen naam. Naar Maria genoemd, of naar de patroon van de kerk, of naar... Het kan allemaal. Een klok heeft ook een zekere heiligheid over zich. Heerlijk als je die nog met de eigen handen gewoon kunt luiden. En als er kinderen zijn, dan mogen ze meeluiden. Ja, de grote klokken hangen in een toren. Die torens, die zijn zo in de loop der middeleeuwen bij de kerken neergezet. Hier in de kerk hangt ook een klok. Wanneer de viering begint en wanneer die eindigt, om de mensen te waarschuwen. Nu gaan we starten. Nu ga je even je hart openen voor God. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het jammer dat we tegenwoordig in onze kerken geen stilte bewaren. Als je de kerk binnenkomt op zondag of door de week voor een viering, dan lopen de mensen gewoon rond, praten met elkaar. En ach, dat je elkaar eens toeknikt, dat je even een hand opsteekt en dat je elkaar ziet, dat is prachtig. Maar de kerk is toch niet een plek waar je zo met elkaar in de praat bent, dat je vergeet waar je bent. Je bent hier wel op een plaats waar even de hemel de aarde raakt. En natuurlijk mag je daar ook liefdevol met elkaar groeten en mee omgaan. Maar het is toch wat anders dan een café of een restaurant of een marktplein. Maar goed, het is zo is dit in de laatste jaren heeft zich dat zo ontwikkeld. En dan gaat die bel wel extra luiden, een extra betekenis krijgen. Mensen, nu even de monden dicht, nu even alle aandacht op waarvoor we hier naar de kerk zijn gekomen. Ja, en dan hebben we tenslotte nog dit belletje. Het altaarbelletje.
Daar zit een grotere geschiedenis achter. Het zal zo rond het jaar 400, 500 geweest zijn na Christus, dat in de kerk, in de viering van de liturgie, steeds meer het moment van de consecratie belangrijk werd. In die eerste paar honderd jaar was de consecratie wel belangrijk, natuurlijk. En het geloof van nu was het toen ook, van dat de lieve Heer in ons midden komt. Maar het was toch meer ook een feest van we vieren de tafel van Witte Donderdag. We vieren dat we door de dood heen komen, dat we door de zeeën van verdriet, door de zeeën van tranen, door de woestijnen van uitzichtloosheid, dat we door de dood heen tot verrijzenis komen, tot opstanding, tot de vreugde van God, tot de hemel zullen komen. Dat werd vooral gevierd. En natuurlijk, Jezus is dan in je midden. En men herkende hem in het breken van het brood. En men herkende zijn bloed in de beker met de wijn. Maar zo rond het jaar 400, 500 werd dat verhaal van Pasen eigenlijk, zo leek het wel, minder belangrijk. Het werd vooral belangrijk, Jezus komt. En dat Jezus komt, dat was dus, dat wist men ook in het verleden. Brood en wijn, daar was hij aanwezig, maar ook in het lezen van het evangelie. Dat waren belangrijke momenten. En het belangrijkste moment in de liturgie in die tijd was dus, zo leek het, niet de consecratie, maar het door hem en met hem en in hem danken wij God aan het einde van het grote gebed. Wanneer het brood en de beker werden opgeheven. Toen eigenlijk steeds meer dat mysterie van Christus komt, zijn lichaam en bloed in brood en wijn, ging leven en steeds meer belangrijker werd, veranderde er ook iets in het hele kerkgebeuren. Men ging bijvoorbeeld tabernakels bouwen. En er kwamen sacramentsprocessies met brood. En het lof kwam. En als je dan in de kerk kijkt, ook het gebouw veranderde. Het kerkgebouw. Ik heb net gezegd dat de reuring in de kerk van de mensen soms wel eens storend kan zijn. Nou, dat was het toen ook in die grote kathedralen en in de kerken. En wat ging men doen? Men ging voor het altaar een heel groot hekwerk neerzetten, waar je bijna niet doorheen kon kijken. En hier was dus de mis, hier was het heilige, hier kwam Christus en daar zaten de gelovigen. En die mochten lawaai maken en die mochten kletsen met elkaar en daar mocht van alles gebeuren. Bovendien, die mensen daar begrepen niks meer van wat er hier gebeurde. Alles was in het Latijn. De priesters waren belangrijk. Die gewone gelovigen leken wel niet zo belangrijk te zijn. Een groot hek. In sommige kerken, oude kerken, zie je die nog staan. Als u in de nieuwe kerk in Amsterdam komt, ziet u dat grote koorhek daar staan. En als u in de oude Bavo in Haarlem komt, zie je ook zo'n heel groot koorhek daar staan. Dit was voor de priesters. De gelovigen gingen hun eigen gang. Ik weet nog uit mijn eigen jeugd dat de priester las hier de heilige mis en de mensen in de kerk baden de rozenkrans. Zo was het. En dan was het belangrijk om op de grote momenten in de viering de mensen aan de andere kant van dat koorhek te laten weten van hey, opgelet. Nu eventjes die monden dicht. Nu eventjes je niet bemoeien met je buurman. Ga op je knieën, want nu is het moment van de consecratie. Nu is het moment van dat de lieve Heer
in brood en wijn tot ons komt. Dat belletje. In 1200 is hij ingevoerd in de kerk. In de verschillende concilies werd hij zelfs verplicht. Wij hebben hem ook nog. En we laten hem klinken op de grote momenten in de liturgie. Voor de missionaar heel erg leuk om te doen natuurlijk. En het hoort bij ons nu. Het hoort, het past bij ons. Zoals ik zei daarnet, we hebben ogen nodig om de kleuren van de kleuren te genieten. Want die spreken ook tot ons over Christus. We hebben oren nodig om van de klokken te kunnen genieten. We hebben een neus nodig om van wierook te kunnen genieten. Het hoort er allemaal bij. Het is heel de mens die hiermee de liturgie mag vieren.